Minister Reshma Kuldeep Singh wil dat ouders waakzamer zijn over hun kinderen. In het kader van de Internationale Dag van de Jeugd, welke morgen op 12 augustus wordt herdacht, riep de bewindsvrouwen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ouders op zich te focussen op de toekomst van hun kinderen. Met de COVID-19-crisis in het land is de jeugd in een moeilijke situatie terechtgekomen. Dat ze goed gebruik maken van hun tijd in de vakantie en dat ze de ouders helpen. En dat we vooral wat we hebben gezien de afgelopen periode, dat veel meer kinderen op straat zijn, veel meer kinderen zich bezighouden met andere zaken. Je kan uit toch een beroep doen aan de ouders, let op die kinderen. Jeugd voor de toekomst van Suriname. En laten we de aandacht vestigen, vooral in de vakantieperiode, aan deze kinderen. Dat ze niet in gevaarlijke games of misbruik maken van internet, van YouTube en al dat soort zaken. Dus vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil ik de jeugd ook vragen. Let op jezelf, let op je ouders. En voor morgen alvast een fijne dag, maar ook een bezinningsvolle dag. Kuldeep Singh betreurt het gebeuren dat zich afgelopen week heeft voltrokken met een autobestuurder en enkele jeugdige knippaverkopers. Beelden van het gebeuren gingen viraal op sociale media. Het ministerie heeft reeds werk gemaakt van de situatie. Mijn ministerie is daarmee belast. Ik moet het rapportage maken. Ik heb het rapportage al gemaakt. Ik heb het doorgestuurd naar het ministerie van Sociale Zaken en Juspol. En Juspol moet nu handhaven. Dus ik heb mijn collega ook aandacht gevraagd hiervoor en hij heeft me gezegd dat hij zal optreden. Dus er wordt al werk ervan gemaakt. Eerder verklaarde ook het ministerie van Justitie en Politie dat de situatie van knippaverkopende jongeren wordt aangepakt.